thema begonnen. Thema homeostase. En even een aantal dingen even gaan we herhalen. Dat hebben we in de vorige lessen waarschijnlijk al gedaan. En we gaan vooruit kijken. Homeostase, we hebben gekeken naar een regelkring. Nou, we hebben hier een regelkring van onze lichaamstemperatuur. Ja, je ziet op de x-as de tijd. Op de y-as zie je lichaamstemperatuur. De stippenlijn is de 37 graden lijn. En wat zie je? Een sinusoïde, een kromme, met golfjes op en neer van onze actuele lichaamstemperatuur. Ja, dus die golf op en neer. Nou, hoe komt dat? Negatieve terugkoppeling. Het eindresultaat van het proces beïnvloedt het proces zelf op een negatieve manier. Dus het remt het proces. Hebben we al gedaan, dus daar ga ik snel overheen. Wat is belangrijk in dit thema? En dat is het thema waarnemen. Het deel waarnemen, daar gaat het grotendeels om. En hoe doen we dat? Dat doen we met een receptor. Met die receptor kunnen we waarnemen. En die receptor die geeft dat door, het signaal van ik heb iets waargenomen, aan een conductor. En een conductor geeft het dan door naar een effector. Nou, wat moet je je daarbij voorstellen? Een receptor is een zintuigcel. Dat kan zijn een zintuigcel in het oog. Een staafje of een kegeltje in je oog. Die neemt iets waar. Een zintuigcel is heel specifiek. Die kan alleen maar iets waarnemen waar die voor gemaakt is. Een zintuigcel in het oog kan alleen maar licht waarnemen. En een zintuigcel in je oor kan alleen geluid waarnemen. Je moet heel veel moeite doen om die zintuigcel iets anders te laten doen dan waar die voor gemaakt is. Je kent allemaal het voorbeeld dat je een zintuigcel in je oog, die kan je ook druk laten waarnemen. Door hard met je duim op je oog te drukken, zie je op een gegeven moment kleurenpatronen. Ja? Maar daar is die cel niet voor gemaakt. Toch reageert hij erop. Als die maar hard genoeg geprikkeld wordt, in dit geval duim in je oog, ja, dan kan je die zintuigcel toch een signaal laten versturen. Die zintuigcel die verstuurt het signaal met behulp van een neuron en dat wordt geëffectueerd in een spier of in een klier. En wat bedoel ik daarmee? Nou, die zintuigcel, een staafje, een kegeltje, die stuurt zijn boodschap via een sensorisch, voelend neuron naar de hersenen. In die hersenen zitten schakelcellen, daar wordt iets bedacht, daar wordt erop gereageerd. Die schakelcellen die sturen via een motor, er zit beweging in, een motorisch neuron, naar een spier of een klier het signaal. En in dit geval is dat het signaal in de kuitspier dat je iemand een schop wil verkopen, omdat je iets ziet gebeuren. Ja, zintuigcel in het oog, hersenen waar het wordt bedacht, schakeling worden gemaakt en hier een spier. Kan ook een klier zijn, kan ook een zweetklier zijn. Even kijken, dus dan hebben we dit gehad. Wat is dat nou, dat precies, hè? Dat signaal? Dit is ik heb hier een neuron getekend, één neuron, en hier zit een tweede neuron aan vast. Nou, dit is het gedeelte, hier deze sprietjes en dendrieten, waar die het signaal krijgt. Dit is een lichaams, cellichaam, en hier, dit is het axon, waarmee die zijn boodschap doorstuurt. Ja, wat stuurt hij dan door? Ja, een boodschap. Maar wat voor een boodschap is dat? Het is een elektrische boodschap. Hetzelfde signaal dat door jouw stopcontacten gaat, gebeurt ook in je zenuwcellen. Voltage is wat minder. Hoeveel minder? Nou, best wel wat minder. Kijk maar. Hier zie je het signaal. Dit is het signaal wat zo'n zenuwcel door kan sturen. De binnenkant van die zenuwcel is negatief geladen. Min 70 millivolt ten opzichte van de buitenkant. Dus er zit een lading in. En een lading is elektriciteit. Wat gebeurt er? Met zo'n signaal, hij wordt positief, hij gaat naar plus 30, hij wordt negatief en hij komt weer in een herstelfase. Dit is de actiefase en dit is de herstelfase. Die duren even lang. Eén zo'n actiefase duurt 1 milliseconde. De herstelfase duurt ook 1 milliseconde, in totaal 2 milliseconden voor een impuls, het signaal dus, en de herstelfase. Dus totaal kunnen er niet meer dan 500 impulsen per seconde gaan. Toch nog steeds een hele hoop. Zo'n signaal, dat wordt hier doorheen gestuurd. En op een gegeven moment zit deze zenuwcel vast aan de volgende zenuwcel. En hij zit net niet vast. In die ruimte, die plek waar die twee een boodschap door kunnen geven, heet een synaps. Nou, een synaps.
synaps werkt maar één richting op. Dus deze zenuwcel kan een boodschap doorgeven naar deze zenuwcel, maar andersom kan deze nooit laten weten aan die dat het goed met hem gaat. Eén richtingsverkeer. Werkt maar één kant op. Terug naar die impuls. Die impuls, die ziet er altijd zo uit. En het mooie is, het maakt niet uit of je het over mensen hebt, over katten, over honden, over apen, goudvissen. Iedereen heeft dezelfde impuls. Hij kan maar op één manier gebeuren en dat is deze manier. Wanneer gebeurt dat? Als die boven de min 50 uitkomt. Dus die zenuwcel die wordt geprikkeld en op een gegeven moment als die geprikkeld wordt, die boom omhoog, valt hij weer naar beneden en herstelt hij zich weer op min 70 millivolt. Kan niet anders. En dat noemen ze alles of niets wet. Of hij geeft een signaal door, of hij geeft geen signaal door. Halve maatregelen zijn er niet. Maar dat is toch raar. Want ik zie meer licht, ik kan minder licht zien. Hoe kan ik die boodschap dan doorgeven? Nou, daar hebben die zenuwcellen iets op bedacht. Want helemaal hieronder, hier kan je het zien, weinig signalen en veel signalen. Dus hoeveel signalen, wat de frequentie is van die impulsen per minuut, per seconde, dat is de boodschap die doorgegeven wordt. Dus daarmee kan gevarieerd worden met hoe belangrijk is deze boodschap of niet. Dus niet de amplitude, niet de hoogte. Nee, dit ziet er altijd zo uit. Altijd zo. Ja. Zo ziet het eruit. En alleen de frequentie, daarmee kan worden nagegaan. Is er veel of is er weinig? Ik wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat als de frequentie toeneemt, dat de boodschap is, er is meer licht of er is meer geluid. Dat kan ook anders zijn. Maar daar komen we later nog op. Komen we daarop terug. In 6 VWO pas eigenlijk. Volgens mij hebben we alles gehad. We hebben een receptor, die heeft iets opgevangen. Een conductor heeft dat signaal bewerkt, of dat heeft dat signaal doorgestuurd. En een effector, die zorgt ervoor dat iets uiteindelijk gerealiseerd wordt. Dat iemand die schop krijgt. Goed, we gaan hiermee verder. En vooral die zenuwcel, daar komen we nog zo meteen komen we daarop terug in de volgende les. Dankjewel.